Welkom bij weer een nieuwe video. Wat is een betere oefening? Een pull-up of een chin-up? Round 1. Fight. Wat is een pull-up? Wat is een chin-up? Dit is nog wel een vraag die nog wel eens voorbij komt. En het is niet ook niet zo gek ook, want deze twee oefeningen lijken verschrikkelijk veel op elkaar. Maar ze worden natuurlijk ook heel makkelijk gewisseld daardoor en heel makkelijk door elkaar gehaald. Maar het enige verschil tussen een pull-up en een chin-up is de handpositie. Een chin-up doe je met je handen naar elkaar toe en een pull-up doe je met je handen van elkaar af. Dus je handpalmen wijzen naar buiten toe en met een chin-up wijzen ze naar binnen toe. Deze handpositie wordt ook wel supinated of pronated genoemd. Maar natuurlijk valt deze handpositie te wisselen, te draaien, neutraal, wijd, smal, etc. Al met al, het is nog steeds een pull-up of een chin-up. Maar 9 van de 10 mensen die voeren een pull-up gewoon met een wijde breedte uit, handpalmen eroverheen en met een chin-up smal en dichtbij. Mede daarbij komt dat ik het onderzoek wat ik erbij heb gehaald ook op deze twee varianten van de pull-up en de chin-up werd getest. Dus in deze video gaat het om deze twee versies. Zoals ik net al een beetje door liet schemeren, ik heb er een onderzoek bij gehad. Jullie weten hoe ik ben, ik wil op dit kanaal geen onzin, geen bullshit, gewoon de waarheid en hetgeen wat jou het meeste gaat helpen. Dit zijn dus gewoon wetenschappelijk onderzochte cijfers. Het komt niet zomaar uit de lucht waaien. Heel kort en mondig, dit is een EMG-test. Een EMG-test, doktoren die kunnen daarbij met een soort van, hoe zal ik het zeggen, een soort van pleister slash naald die ze in je spieren steken. Dat is net afhankelijk van welke methode ze gebruiken. Kunnen ze zien hoeveel activatie er is in de spieren. Je kan dan een soort grafiekje zien, die zal ik even opzoeken, die zal ik even nu in beeld laten zien. Dit is trouwens niet specifiek van dit onderzoek, maar zo krijg je een beeld bij van hoe zo'n test eruit zou moeten zien en wat doktoren hieraan kunnen aflezen. Ze kunnen dus zien hoeveel activatie er is in de spieren. Dit is dus gewoon keihard wetenschappelijk bewijs. Om dat af te sluiten, dit punt wil ik ook graag even weten. Laat even een reactietje achter. Welke van de twee variaties doe jij? Doe jij een pull-up of een chin-up? Toen de proefpersonen de pull-up slash de chin-up uitvoerden, toen testten de wetenschappers slash de onderzoekers op 7 spiergroepen. Ik heb die spiergroepen weer onderverdeeld in de voorkant en de achterkant van het lichaam. En we beginnen bij de achterkant van het lichaam. De spiergroepen die ze testen waren de latissimus dorsi, de infraspinatus, de lower trapezius en de erector spinae. In deze afbeelding zie je de erector spinae alleen maar als onderste gedeelte, maar die loopt over de gehele lengte van je rug. Daar zal ik ook even een foto van laten zien. En voor de lower trapezius mag duidelijk zijn dat het niet het gehele gedeelte van de trapezius is, maar alleen het onderste gedeelte. Oké, als we nu vergelijken de pull-up met de chin-up. Bij de pull-up was de activatie van de latissimus dorsi 117% en bij de chin-up 130%. Bij de infraspinatus was het tijdens de pull-up 71% en tijdens de chin-up 79%. Voor de lage trapezius was het 45% tegenover 56%. En bij de erector spinae was dit 39% tegenover 41%. Het mag duidelijk zijn, dat waren 4 spiergroepen en het staat nu al 4-0 voor de chin-up. Dit was natuurlijk de achterkant van het lichaam en we gaan natuurlijk ook de voorkant van het lichaam doen. In principe heeft hij al gewonnen, maar er komen nog 3 spiergroepen aan. Dus het kan qua percentages nog veranderen. De 3 spiergroepen die ze testen waren de welbekende biceps, de pectoralis major, oftewel de borstspier, en de external obliques. De activatie van de biceps was tijdens een pull-up 78% en bij een chin-up 96%. Daarna kwam de pectoralis major, die was 44% tegenover 57%. En als laatste de external obliques 31% tegenover 35%. Ook bij deze 3 oefeningen is het dus weer 3-0 voor de chin-up. Oftewel, de chin-up wint gewoon met 7-0. Er was in alle spiergroepen meer activatie in de chin-up dan de pull-up. Achter mij heb ik een top 3 gemaakt met een gedeelde tweede en een derde plek. Is de pectoralis major samen met de latissimus dorsi. Die hadden een activatie van 13% meer. En het eerste plek is eigenlijk niet zo vreemd. Want heel veel mensen denken altijd een pull-up is voor de latissimus en een chin-up dat is voor de biceps. Ja en nee, we zijn er nu dus achter gekomen dat wanneer je een pull-up doet, dat dus totaal niet voor de latissimus dorsi is. Tenminste,
niet, hij is er wel voor, maar niet zozeer meer activatie. Maar de biceps werden tot wel 18% meer aangesproken. Dus wil je nou ook nog meer van zulke soort video's zien? Nog meer vergelijkbare video's? Meer spiergroepen vergelijken, meer oefeningen vergelijken. Ik kan niet garanderen dat ik overal een EMG-test van kan vinden. Maar ik kan natuurlijk wel oefeningen ook op een totaal andere manier vergelijken, zodat ik deze serie wat uit kan breiden. Tot volgende week!